even lekker ijssoepje aan maken. Moet ik weten. En ja, heel veel mensen vragen dan aan mij van... En Vincent, hoe vind jij je ijssoep het liefst? Ja, mijn ijssoep, ik hou van ijssoep, ja, die gewoon lekker heftig is, lekker heftig ijssoep. Jij bent geen uiensoep. Kijk, daar hebben we Bink. Hallo, Binky. Hallo. Ben je lekker aan het drinken? Binky. Moet jij weten. Hoe heb jij je uiensoep het liefst? En dat is een hele goede vraag. Ja, ik hou van lekker heftig. Dus, dat zei ik er net al. Voordat ik die escapade had, voordat ik even uitstapje maakte. Wow! Gebeuren je ding, jongen? Nee, gewoon lekker heftig. Lekker heftige uiensoep. En ja, Vincent, wat is dan de basis van zo'n heftige uiensoep? Nou... Dat zal ik je vertellen. Kijk, de basis van een heftige uiensoep zijn natuurlijk gewoon goede uien. Hè? Hier, kijk. Goede uien. Kijk, en dit is geen goede ui. Dus die liggen we van de kant. Nou ja, gewoon goede uien. En kijk. Dit is een top ui. Top ui. Ja, en dan? Natuurlijk gewoon dikke bouillon. Dikke bouillon, weet je wel. Waar de meeste mensen gewoon een blokje per halve liter doen. Doe ik soms, laat maar zeggen, dat ik anderhalve liter water heb. En dan doe ik gewoon vier blokjes erbij. Dat doe ik gewoon. Weet je, soms al vijf. Weet je, het ligt maar net aan hoe je hem hebt. Hoe heftig. Ja, de soep hebben we. Je kan het zelf maken als je wil. Ja, en dan? En dan vind ik knoflook natuurlijk. Maar dan doe ik geen gewone knoflook. Ik doe gerookte knoflook. Oh, ben ik een boef zeg. Hey. Gerookte knoflook, gek. Ja, kijk. Hey. Gerookt. En waar kan je dat nou aan zien dat hij gerookt is? Weet je dat? Waar kan jij aan zien dat deze gerookt is? Nee, lul. Weet je, het kan ook gewoon een bedorven knoflook zijn. Nee, het was een strikvraag. Want je kan het niet zien. Maar ruiken daarentegen. Dat ruikt verbrand, man. Dus ja, gerookt knoflookie. Natuurlijk, naast gewoon witte wijn of rode wijn. Ik doe ze gewoon allebei, weet je wel. Dan heb je de best of both worlds. Ying en yang, klik, klik. Woehoe. Nee. Nou, dus dat. En dan natuurlijk, ja, weet je. Als je dan hebt besloten een lekker heftige uiensoep te gaan maken. Ja, gaan we dan niet lopen zeiken met zonnebloemolie of koolzaadolie. Nee. Hey, wacht jij maar eens even hier, gek. Ik doe gewoon roomboter. Gezouten en wel. Ja, dan moet je niet. Weet je, dan moet je niet blind staren op. Die doe je gewoon roomboter. Nou, en dan. Dan kan je de uiensoep gaan maken. Een goede uien. Maar weet je, normaal doe je een kilootje. Ik doe gewoon anderhalf. Anderhalf kilo ui. Lekkere bos ui. Lekker. Tering veel uien erin, weet je. Tering veel uien. Gewoon
Lekker heftig. Lekker heftig. Fucking heftige uiensoep. Yeah. Weet je wat je denkt? Wow, what the fuck? Wat een hoop uien, weet je wel. Maar ja, het is natuurlijk... Het heet uiensoep. Weet je? Uiensoep. Anders hadden ze wel bakheet water met een ui erin genoemd, of niet? Hallo. Weet je, je kan natuurlijk snijden, alsof je je schoonmoeder aan het vingeren bent, maar daar doen wij hier niet aan. Gewoon hakken gek, hakken, hier, alsof je je schoonmoeder aan het vingeren bent, weet je wel? Zo, zo hardcore, hardcore soep, hooligans, uiensoep, hooligans. Ja, en dit noem ik nog eens een bak met gek. Termaat geschikt voor heftige uiensoep. Afzuigertje aan. And let the magic begin. En zie hier. Heerlijke uiensoep. Heftige uiensoep.